ongelooflijk wat een hengst presteren kan, wat een hengst voorbrengen kan. Grand Prix winnaars op het allerhoogste niveau. Dat is Douglas, die met zijn talloze nakomelingen echt letterlijk bijna elke grote prijs in de wereld heeft gewonnen. We hebben het nu over een zoon van Douglas VDL. En we gaan kijken naar Dallas VDL. Dallas VDL is a son of Douglas VDL, out of a mare by Heartbreaker. His dam, Wonder AS, also produced the Grand Prix stallion Grand Slam VDL, and she's a sister of the 1m60 Grand Prix horse Feline. Wherever Dallas goes, he is successful. Under Hugh Vrieling, he shows tremendous scope and remarkable sharpness. He already won at the Longines Global Champions Tour in London. He was third in the Grand Prix of Zwolle, and fourth in the World Cup of Lesno. Dallas VDL's oldest offspring are now 8 and compete in their first ranking classes. Doron Kuipers holds the trump card in his self-bred I Like van het Herenhuis, and also Megan Lasseur competes in 2-star Grand Prix with her self-bred Iron Man. En zo zie je maar, het is allemaal genetisch. Resultaten kunnen ook in de genetica zitten. Juur, ik herinner me, we stonden onder de Eiffeltoren in Parijs toen je me vertelde over de kwaliteit van deze Dallas VDL. Hoe specifiek en hoe scherp hij eigenlijk wel is. En dat is altijd moeilijk in te schatten, want elk paard heeft wel een bepaalde mate van voorzichtigheid. Maar bij hem is het echt heel bijzonder. Ja, klopt. Een paard wat extreem voorzichtig is. Kun je ook aan zijn resultaten zien. Een paard wat heel veel gewonnen heeft. Heel gretig op de hindernis, soms haast een beetje te gretig. Hij wil zo graag naar de hindernissen toe dat hij soms haast te dichtbij komt. Maar hij is zo voorzichtig en zo snel in de reflexen dat hij nooit een fout maakt. Daar maakt hij zichzelf soms iets moeilijk in. Maar als ruiter zijn, dan heb je veel liever een paard die naar de sprong toe gaat, die alleen maar hoeft tegen te houden, dan een die er naartoe moet rijden. En Dallas loopt overal naartoe. Ja, en om wel duidelijk te zijn, het is niet dat hij alleen scherp en voorzichtig was. Als je naar zijn resultaten kijkt, puissances, ook qua hoogte, maakt het op zich niet uit. Nee, klopt. We hebben geloof ik een keer puissance over 2 meter en een keer over 2,10 meter. De manier waarop hij dat doet is ook heel makkelijk. Alleen, je wilt niet alleen maar dat soort rubrieken rijden. Want hij heeft ook grote prijzen goed gelopen. Hij heeft gewoon heel veel 1,50's vooraan meegelopen. Paard met hele goede uitslagen. En, ja, extreem voorzichtig. Ja, dankjewel. Wie bieden? Jullie hebben Dallas in de sport met Juur zien lopen. We zien hem nog steeds in de sport lopen. Wat krijgen de nakomelingen van Dallas mee? Ze hebben veel afdruk, ze zijn scherp, voorzichtig en ze hebben echt een goede instelling. Ja. En je moet een beetje merrie mee houden, een beetje lengte erbij houden. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Maar verder een mooi model en hele correcte paarden. Ja, ze vallen op als vullers en als jonge paarden. Ja, ja. Ja. Veel type? Veel type. Correcte paarden, harde paarden. Ja. Maar aan lengte denken, ja. Dat is eigenlijk voornaam. Ja. Ja. We hebben het over Douglas VDL gehad. We zitten nu bij Dallas VDL. En we schakelen met heel veel plezier verder naar weer 3 op een rij. We gaan naar